Kijkers en luisteraars, een hartelijk goedenavond. Welkom bij SBS Reports van maandag 29 juni, de binnenlandse berichten. Aan de Annastraat in Nikeri is zaterdagavond een vechtpartij uitgebroken tussen twee groepen mannen. Malcolm D., die een slag met een eindhout kreeg, kwam op het wegdek gevallen. Hij is naar de spoedeisende hulp gebracht, maar kwam te overlijden. Commandant van Regio West, hoofdinspecteur Robert Racchio, bevestigt tegenover Star News dat een verjaardagsfeestje uit de hand is gelopen. Er ontstond een woordenwisseling tussen Malcolm D. en Shashi Kapoor R. Malcolm D. belde zijn zoon Vikash. Hij kwam ter plekke aan met twee vrienden. Volgens het voorlopig onderzoek zou Malcolm D. een eindhout gekapt hebben en Shashi Kapoor D. een slag hebben toegebracht. Het hout brak in drie stukken. Er ontstond een gevecht op straat tussen de arbeiders van Shashi Kapoor en Vikash en zijn vrienden. Een van de arbeiders van Shashi Kapoor pakte een deel van het eindhout waarmee hij Malcolm D. een slag toebracht op de slaap, waardoor hij kwam te vallen op het wegdek. Vikash heeft zijn vader naar de spoedeisende hulp gebracht. De politie heeft intussen de verdachte die de slag heeft toegebracht gearresteerd en in verzekering gesteld. Nog twee verdachten zijn in beeld gebracht die slagen hebben toegebracht. Het onzielde lichaam is in beslag genomen voor sectie. Ronald Hoggaard, fungerend voorzitter van de Nationale Assemblée, zegt geen enkele moeite te hebben om NPS-voorzitter Gregory Rusland te beëdigen als lid. Hetzelfde geldt voor Paulso Moharjo, die vrijdag benoemd was tot fungerend voorzitter met wie Hoggaard bevriend is. Ik heb een belofte afgelegd, stelt Hoggaard in gesprek met journalisten nadat hij zondagavond hals over kop beëdigd werd als fungerend voorzitter. Zolang zij willen, zal Hoggaard hen beëdigen. Goedenavond, goedenavond. Nou, niet zo positief. Ja? Ik moet je teleurstellen, omdat ik voornemens ben de vergadering van 30 juni te verschuiven. Ja? Op grond van mijn bevoegdheid als fungerend voorzitter heb ik de bevoegdheid om binnen 30 dagen na het vaststellen van de leden van het parlement de wet van toepassing te brengen. Ik vind de president het goed en heeft mij ontheven en is bereid om dan de oudste naar mij weer te beëdigen. Wat was de reden dat u het wilde verschuiven? Ik heb een reden. Ten eerste, het is niet door mij gepland. Uitnodigingen zijn al weggestuurd toen ik beëdigd werd. Ja? En daar heb ik wel mijn reden voor. Ik heb juridische adviseurs in stadrechtelijke gevraagd om mij te adviseren. En hij zegt, meneer, u kunt gewoon, als u binnen die 30 dagen houdt. Ik heb mannen als meneer Polane, heer Esset, goede advocaten, gevraagd om mij te assisteren. Concreet, dus het nieuws is nu, meneer Somaharjo, u bent geen fungerend voorzitter meer. Volgens deze brief van de president ben ik geen fungerend voorzitter meer. Kijk, nu praat ik over macht. Over macht, ja. Kijk, nu ben ik weer recht. Ja, ik praat over macht, dus gaan we kijken. En u zit, ik mag foto maken, ik lees het. Dus bij deze ben ik ontheven. Wat gaat nu gebeuren? Gaat u wat er tegen doen of gaat u zich erin berusten? We gaan kijken. Ik ga naar mijn deskundigen, mijn adviseurs. Dus met deze brief ga ik kijken of welke handelingen ik ga moeten plegen. Belangrijk, ik ben gelukkig nog gekozen parlementariërs. Wilde u de vergadering verschuiven zodat Chitin en Sapoen niet beëdigd zouden kunnen worden? Ik had willen verschuiven. In elk geval niet langer dan 15 juli. Bent u teleurgesteld, inderdaad? Ik ben niet teleurgesteld, dit is macht. Bent u geschrokken? Ja. Had u niet verwacht? Nee, dit heb ik niet verwacht. In een rechtsstaat heb ik niet verwacht. Ik beloof dat ik het ambt van fungerend voorzitter nauwgezet zal vervullen. Ik beloof gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik beloof trouw aan de republiek
Suriname. Dames en heren, de net beëdigde fungerend voorzitter van de Nationale Assemblée. Okay. Als meneer Sapoen en meneer Chitin in het parlement verschenen, wat gaat u doen als voorzitter? Als voorzitter, ik kan het parlement komen, maar zitten in de vergadering, dan ga ik vragen, meneer, wie bent u? Ik ga ze eruit zetten. Als u daar komt zitten, ga ik eruit zetten, niet alleen meneer Sapoen. Iedereen die daar komt, ga ik eruit zetten. Nee, maar ik heb het over meneer Sapoen en meneer Chitin. Meneer, degene die geen lid is van de voorvertegenwoordiger, ga ik eruit zetten. En ieder weet, de DNA eindigt op 30 juli 2015. De heer Somaharje informeert me, ik ben niet komen zeggen, ik ga de zaak opschuiven naar 15 juli. Ik zeg maar, dat kan niet. Anders zitten we in een crisis, want dan heb je een uitvoerende macht, een rechterlijke macht, maar geen wetgevende macht. De zaken moeten naadloos aan elkaar gesloten worden. Vandaar dat de grondwet dwingend voorschrijft dat op 30 juni er een nieuw DNA moet zijn. Het kan er bij hen niet in. Hij zegt nee, ik informeer u wat ik ga doen. Hij zegt op basis daarvan, zegt diezelfde grondwet, die geeft een gelegenheid. Als u het niet wil, niet kan, niet inziet, enzovoorts, dan zegt de grondwet, dan moet de één na oudste lid gevraagd worden als die wel bereid is om het te doen. De heer Hooghart is de volgende. Ik heb hem gebeld. Dus als het goed is, hopelijk met die agenda's, komt hij hierheen. Dan ga ik hem direct installeren. Als men u zo beschuldigt van dictatoriaal handelen, want ik neem aan dat dat misschien morgen zal komen vanuit een bepaalde hoek. Ach, men zegt al zoveel dingen. Dus ik weet dat ik volgens de grondwet heb gehandeld en als men dictatoriaal vindt, dan moeten we die grondwet veranderen. Mogen wij aannemen dat als u vanavond de heer Hooghart beëdigt, de vergadering van 30 juni normaal voortgang zal vinden? De vergadering moet voortgang vinden. Als meneer Hooghart het wil, dan krijgt hij ook een brief. En dan is de volgende meneer Paal. Ik beloof dat ik het ambt van fungerend voorzitter nauwgezet zal vervullen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Vindt u het erg wat er is gebeurd vandaag? Nou, dus dat zijn normale dingen in de wereld. Als we de geschiedenis doorlopen, dan zie je hoe landen zijn gegroeid. Neem Rome, een van de zeer belangrijke landen. De ontwikkelingen die we hebben gaat rondom de geboorte van Jezus daarvoor en daarna. Het heeft ook zoveel perikelen gekost. Rome is Rome geworden nadat Remulus heeft vermoord. Dus dat zijn de dingen die gebeuren in de wereld en wij nemen die dingen mee. Meneer Hooghart, u zal straks de parlementariërs beëdigen. Hoe kijkt u ernaar om meneer Rusland te beëdigen, NPS-voorzitter Rusland? Normaal, als politici en anders zijn we in het gevecht verwikkeld. Maar als we dat doen van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, zijn we 7 uur bezig aan de tafel om een drankje te nemen en een portie te eten. Dus voor mij maakt dat niet uit. Iedereen wordt door mij. Dat is mijn taak als Surinamer. Dat heb ik plechtig beloofd. Iedereen wordt door mij beëdigd, zover ze dat willen. U had toch ook wel een hele goede band met meneer Somaharjo. Hoe gaat u zich opstellen dan? Niet anders. Ik moet hem beëdigen. Hij wordt beëdigd. We blijven vrienden. We leven in het adagio van dankbaarheid en ondankbaarheid. Ik heb van mijn moeder geleerd dankbaar te zijn. Dus ik ben dankbaar aan allen die hebben bijgedragen tot de situatie van nu, tot een situatie waarbij ik, Ronald Hooghart van Frimangrong, ben benoemd tot fungerend voorzitter en de taak heb om alle andere 50 assembleeleden te beëdigen. En ik vind dat een geweldig gebeuren. Hooghart zegt dat hij zich verder zal verdiepen in zijn uit te voeren taken. Hij wordt hierin bijgestaan door de griffier. De vergadering is al voorbereid en de convocatie is reeds de deur uit. Somaharjo had laten bekendmaken dat de convocatie moest worden aangehouden in afwachting van het onderhoud dat hij zondag zou hebben met het staatshoofd. Somaharjo is ontheven uit zijn functie.
Fungerend voorzitter van de Nationale Assemblée, Ronald Hooghart, heeft de uitnodigingen voor de openbare bijeenkomst en de buitengewone openbare vergadering van het parlement voor morgen 30 juni verstuurd. In de bekendmaking staat dat deze zittingen normaal voortgang vinden. President Desi Bouterse heeft gisteravond fungerend voorzitter van het parlement Paul Somaharjo ontslagen en vervolgens Ronald Hooghart beëdigd in die functie. Somaharjo had het staatshoofd meegedeeld dat hij de vergadering waarin de gekozen volksvertegenwoordigers moeten worden toegelaten op 15 juli wilde houden. President Bouterse heeft benadrukt dat 30 juni een cruciale datum is en dat op die dag het oude parlement ophoudt te bestaan. De voorzitter van de ABOP, tevens tweede vervanger van DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk, noemt het handelen van president Bouterse, het ontslaan van fungerende voorzitter Paul Somaharjo, onrechtmatig. Nergens staat dat de president een fungerende voorzitter mag ontslaan. Brunswijk stelt dat de vergadering waarop de nieuwe leden worden toegelaten moet geschieden binnen 30 dagen nadat het Centraal Hoofdstembureau de leden heeft aangegeven welke leden zijn gekozen. Op 15 juni heeft CHS de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Somaharjo is niet fout bezig. Deze ruimte biedt de grondwet. Artikel 8 van de kiesregeling geeft aan dat de leden van de Nationale Assemblée per district worden gekozen voor een periode van 5 jaren. Zij treden gelijk af op het tijdstip dat de nieuw gekozen Nationale Assemblée in functie treedt. De oppositionele partijen zullen zich beraden over het onbevoegd handelen van de president. Hun juristen zijn aan het werk geslagen. De Rode Haan heeft gistermiddag de peperpot in het district Kommerwijnen gekraaid. 2 huizen zijn volledig in de as gelegd, 1/3 is voor een deel afgebrand. Een bewoner van een van de huizen heeft verklaard dat hij bezig was een gascilinder te verwisselen toen die vlam heeft gevat. De gascilinder was in het huis. Het vuur is vervolgens overgeslagen naar de 2 andere huizen. Geen van de woningen waren tegen brand verzekerd, meldt de public relation van de politie. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.